Goed punt. Misschien nog een puntje waar de BBB je positief verrast. We hebben namelijk, we hadden het de vorige keer over, hoe zit het nou met die provinciebesturen? Flevoland en Drenthe zijn heel dichtbij bij een akkoord, maar de eerste is Limburg. Ja. En even kijken wie daarin zit. Het BBB zit er daar dus in. CDA, VVD, PvdA en de SP. Ja, nou ja, dat kan daar. SP heeft natuurlijk al eerder laten zien dat ze in allerlei zuidelijke gremia, ja, zolang ze niet van nationale aard zijn, heel prima mee kunnen regeren. 26 van de 47 senaatszetels ja, hebben ze daarmee. Ja, dat is natuurlijk, als je dat is een hele brede coalitie, dan heb je nog maar net iets meer dan 50%. Je vraagt je even af, wie zijn al die andere lui dan precies, maar goed. Ja, D66 is daar buiten spel gezet, want die wilde per se niet met de BBB. Ja, dat hebben ze gezegd van tevoren. Nou ja, daar houden ze zich dan ook aan houden. Ja, 86 dagen hebben ze erover gedaan om het te... Ik begreep dat het proces veel trager verliep dan 4 jaar geleden. En dat het ook op een aantal provincies nog wel even aan kon lopen voordat ze een coalitie hadden. Maar wat wel interessant is, want dat bepaalt natuurlijk ook wat het CDA eventueel gaat doen. Wat is er nou afgesproken over stikstof en over het uitkopen? Ze gaan zich in ieder geval houden aan de stikstofdoelstellingen voor 2035. Dus ze gaan niet vervroegen. Dus niet naar 2030. Wel zeggen ze in 2027 moet volgens mij de uitstoot van de broeikasgassen en ammoniak zijn verminderd. Maar een aantal noemen ze nog niet waar het mee verminderd moet worden. En zeggen ze aan gedwongen onteigening gaan wij niet meewerken. We zullen het zien. Ik begreep dat de regering nu wel een soort lijst heeft van topvervuilers die niet bekend zal worden gemaakt. Maar goed, er is dan dus toch een lijst. 2035, dat zat er natuurlijk al heel lang dik in dat het geval zou zijn. Het is zo langdurend door iedereen besproken. De regering heeft natuurlijk ook niet speciaal vaart gemaakt op dit punt. Dus dat verbaast me nou eerlijk gezegd niks. Maar D66 wil het wel. Of ze er tenslotte mee wegkomen dat ze dus dat er geen gedwongen uitkoop zal zijn, dat betwijfel ik. Nou, wat het wel makkelijk maakt in Limburg, begreep ik dat ze daar dus dat het meeste aantal boeren hebben landelijk gezien die vrijwillig willen stoppen. Nou, dat misschien. En misschien zijn er ook minder boeren. Ik heb geen flauw idee. Dat kan natuurlijk best zijn dat ze even gekeken hebben naar hoe groot het probleem concreet is. En dan kun je, als het natuurlijk een hele Limburg 3 zijn, dan zit je wel. Ja. Dan is het misschien wel oplosbaar. Maar BBB hier dus in de coalitie? Ja, nou ja, dat is wat ze wilden. We zullen zien, want wacht nou even. Dat was 4 jaar geleden, waren er ook coalities gevormd. Maar je hebt altijd het risico dat ze natuurlijk allerlei amateurpolitici hebben geworven. En dat die dus natuurlijk voor zichzelf beginnen, ruziemakers zijn, gepatenteerde querulanten. Nou ja, zo'n beetje wat Forum voor Democratie heeft opgeleverd. Ja. Dat moeten we afwachten. Maar ja, als je dit is natuurlijk de. Ik ben benieuwd wat Drenthe en Flevoland gaan doen en die andere provincies. Maar daaruit wordt natuurlijk gedestilleerd wat CDA landelijk moet gaan doen. Ja, maar goed. En dan zal het moeilijk zijn daar waar de meeste, waarvan men weet dat er de meeste topvervuilers zijn. Dus dat zijn grote agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden. Ja. Ik zeg niet dat het uitgesloten is. Ik zeg dat het mij buitengewoon onwaarschijnlijk lijkt. Als daar tenminste mensen zijn met een realistische visie op wat de mogelijkheden zijn. Ja. Want de vraag is altijd, wat dan? Wat krijgen we dan voor kabinet? Ja. En je kunt zeggen, ja, nu met de BB, hoezo? Er zit 1 BB mevrouw in de Tweede Kamer, dus daar heb je niks aan. De macht van de BB, voor zover die er is, ligt in de Eerste Kamer. Moeten we straks trouwens ook even over die Eerste Kamer hebben. Okay. Ik denk dat het nu toch tijd wordt om dat ding op te doeken. Nou ja, doe het meteen maar, Eerste Kamer. We zitten nu toch met de politiek. Ja, ik ontleen dat aan een goed stuk van die Voermans. Dat is die hoogleraar in Leiden. Die over deze zaken altijd wordt geraadpleegd. Vind jij hem verstandige dingen zeggen? Op dit punt wel, ja. Ik was eerlijk gezegd zelf altijd wel voor een bicameraal systeem. En met het idee dat de Eerste Kamer correcties kon uitvoeren op wetgeving van de Tweede Kamer. Of kon zeggen, jongens, kijk daar dan nog eens een keertje naar. Dat is slordig werk, dat had beter gekund. Ja, want ze kunnen wel iets terugsturen. Kunnen niet amenderen, maar ze kunnen wel iets kunnen suggereren dat het beter kan. Goed, Voermans begint met het betoog, heel begrijpelijk, van Thorbecke. Thorbecke moest niks hebben van een Eerste Kamer. Dat zag hij eigenlijk als een hinderpaal van een efficiënt en goed werkend systeem. In die zin is hij eigenlijk de hele geschiedenis voorgegaan.
Nou ja, daarna heeft die Eerste Kamer, naar mij althans, naar mijn idee althans, dat was mijn indruk, toch een redelijke positieve rol gespeeld. Maar sinds een aantal jaren is er toch sprake van een ingrijpende politisering van de Eerste Kamer, die natuurlijk overal doorheen fietst. En het probleem van de Eerste Kamer is, zo goed als het probleem in de Verenigde Staten met een president en een huis van afgevaardigden, dat die twee verkiezingscycli, dus namelijk de normale parlementaire verkiezingen en de provinciale statenverkiezingen, tegen elkaar indraaien. Met als gevolg dat je altijd komt te zitten met zo'n verdomde Eerste Kamer die een heel andere samenstelling heeft dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is natuurlijk uiteindelijk bepalend voor het gevoerde beleid. En dat betekent dat het beleid voortdurend vertraagd wordt, gehinderd wordt, rekening moet houden met allerlei halve garen in die Eerste Kamer die natuurlijk toch vaak ook inderdaad amateurpolitici zijn. En nou ja, Voerman zegt, kijk nou eens wat de werkelijkheid is. En dan hebben we eigenlijk van die Eerste Kamer meer last dan gemak. Dus verzin een oplossing. Hij stelt een oplossing voor die in, ik meen Noorwegen en nog een ander Scandinavisch land gekozen is, waarbij Eerste en Tweede Kamer samengevoegd worden, maar wel een zeker verschil wordt aangehouden in de wijze van verkiezing. Maar hij zegt daar ook, een heel terechte opmerking, dat de Nederlandse Eerste Kamer wel nogal klein is qua aantal vertegenwoordigers voor de bevolking die wij hebben ondertussen. Het loopt naar de 18 miljoen en we hebben 150 afgevaardigden. Dat zou best wel wat meer kunnen. Ja, dat de VVD ooit een paar jaar geleden heeft voorgesteld om terug te gaan naar 100, dat zie je toch ook wel een modieuze kletskoek. Hè? Wat een waardeloos soort van. Wat was daar de argumentatie bij dan om dat te doen? Nou ja, dat het allemaal nog vlotter en goedkoper enzovoort kon. De kleine overheid. Ja, de kleine, precies. Minder regeldruk. De kleine overheid. Ja, dus ik zou zeggen, laat iedereen dat stuk van Voermans lezen. Dat stond in de kwaliteitskrant. Maar ik neem aan dat zijn stuk ook automatisch wel ergens op het internet terecht komt. Wat dat betreft maken wij wel fantastische reclame voor de kwaliteitskrant. Hè? Daar mogen ze toch wel blij mee zijn. Ja, nou ja, ik heb ook toch wel eens uitgelegd dat ik op het punt heb gestaan om de kwaliteitskrant op te doeken. Ja, nadat de familie van Rossum die krant geloof een eeuw had gelezen of zoiets dergelijks. Vanwege die Thierry Baudet-wanmanie die ze enige tijd hadden ontwikkeld. Ja, nou dat is gelukkig voorbij. Ja, dat is godzijdank voorbij, maar het heeft niet veel gescheeld, kan ik je wel zeggen. Het heeft niet veel gescheeld. En maar Voermans heeft natuurlijk gelijk, denk ik, met die met het ophogen van die zetels. Hè? Als je kijkt naar inwoneraantal. Maar hoe realistisch is nou dat plan voor die samenvoeging? Want dat betekent nogal wat. Nou, dat is natuurlijk voorlopig helemaal niet zo realistisch, aangezien de grondwet veranderd moet worden. Ja. Sowieso wil je iets serieus doen met die Eerste Kamer, dan moet de grondwet veranderd worden. Maar eerst moet de discussie er zijn. En dan moet de wil zich ontwikkelen dat mensen zeggen, ja god, laten we daar toch maar liever een eind aan maken. Het is verwarrend, dat bicamerale systeem. Wanneer de verkiezingen op verschillende tijdstippen en met verschillende soorten van urgentie gehouden worden, dan zie je dat ze dus tegen elkaar indraaien. Ja. En dat ze vaak dat die verkiezingen die dan weer 2 jaar later zijn, dat die vaak ook een oppositioneel karakter hebben. Want je weet, dat is wel een beetje een puntje van de moderne democratie. Wie regeert, verliest. De kiezer is altijd ontevreden over alles. Dan komt dat die eerst al die kletsika-belofte gelooft die die politici doen in de verkiezingstijd. En dan vervolgens boos is als ze die beloftes niet waarmaken, waarvan iedereen weet dat ze niet waargemaakt zullen worden. Ja. Schreef hij er ook bij of dit dan nog doorwerkt in de provincies? Omdat de provincies natuurlijk gebaseerd worden op... Hij zei ook, als ik het me wel herinner, dat ook de regionale vertegenwoordiging, ook dus op het nationale niveau in het nationale parlement, hierdoor eigenlijk versterkt wordt. En op welke manier dan? Omdat natuurlijk die provinciale statenverkiezingen die we nu laten opgaan, of niet die provinciale staten, die vertegenwoordiging die we op laten gaan in de Tweede Kamer, die zijn voor het belang, die zijn sterker gelokaliseerd dan de huidige leden van de Tweede Kamer. Ja. Want als je mij doodslaat hier ter plekke, weet ik nog niet wie bijvoorbeeld mij vertegenwoordigt in de Kamer. Nou, niemand. Ik word door een partij vertegenwoordigd, als het goed is. Aangezien ik ook vaak totaal niet weet welke partij niet waar mijn vooroordelen representeert, heb ik het daar ook al moeilijk mee natuurlijk. Ja. Hey, maar als we dan toch gaan verbouwen, hè? Stel dat dat al gaat gebeuren, moet je dan ook niet iets meer naar Europa kijken, omdat we natuurlijk veel meer opgaan in Europa? Zonder meer. Zo, voor alles in Nederland geldt, kijk naar Europa. Ja.
kijk wat Europa op dit terrein besluit. Als Europa iets besluit, wat op zichzelf vaak al een wonder is, in de moeilijke dossiers, hou je daar ook aan, werk daar aan mee. Ga niet meteen weer kinderachtige bezwaren zitten maken dat wij dat niet willen of niet kunnen. Of weet ik veel wat. Neem ook die Green Deal. Dan zal tenslotte een compromis uitrollen. Laten we dan ook weer niet meteen beginnen te zeuren dat we dat allemaal niet willen. En alles staat stil en dan gaan ze maar door. Nog eventjes één dingetje uit het plan van die coalitie in Limburg. Nou, dat moet je ook aanspreken. Ze willen het openbaar vervoer beter gaan maken. Nou, nu ga je niet met het openbaar vervoer, maar ik meen jou wel een keer gehoord te hebben over het vriendelijker maken voor ouderen. Dat nu helemaal niet is. Totaal niet. Nee. Nou ja, maar de vraag is of het OV in zijn huidige vorm überhaupt voor moeilijk lopende of anderszins behinderde bejaarden wel geschikt gemaakt kan worden. Ja. Nou, wat zij willen gaan doen. Ik weet niet hoe dat voelt. Ik heb me dat nooit gerealiseerd natuurlijk. Nee. Omdat ik zelf nog min of meer normaal ter been ben. Ja, nou, ze willen in ieder geval niet. Daar schrijven ze in ieder geval niks over. Maar wat ze wel willen doen is het de grensregio's beter laten aansluiten op de Randstad en op Europa. En daar willen ze ook volop op gaan investeren. Nou, dat lijkt me natuurlijk in een provincie als Limburg, die voornamelijk één grote grensregio is, lijkt mij dat wel een verstandige en nuttige keuze. Ja. En in 2030 13.000 laadpalen willen ze daar. Oh, dat is denk ik wel een goeie, want als je overal, sowieso de randen van het land, dramatisch met opladen. Ja. Hier in de Randstad heb je er heel veel, maar als je bij de randen van het land, dan moet je bij zo'n ding langs de snelweg gaan staan, zo sneller. Dat is heel duur naar het schijnt. Ja, maar goed, dat is de enige optie vaak die je hebt. Dus, dan moet je wel. Nou ja, je hebt nog een heerlijk goedkoop autootje uit de tijd dat we daar maar nog geen zorgen over hadden. Nee, dat is waar. Dat is waar. Oké, dus nou ja, jij gelooft niet in nieuwe verkiezingen. Nee, dat lijkt het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Ja. Als ik het te vertellen had in het CDA, dan zou ik ook zeggen, jongens, we moeten een beetje druk op de ketel zetten. Dus laten we nou net doen alsof we best verkiezingen zouden willen. Oké, het is zelfmoord, maar we doen net alsof we dat niet weten. En dan kunnen we in ieder geval iets meer druk zetten deze zomer. Hoe analyseer jij het vertrek van Boris Johnson uit de politiek? Opgeruimd staat netjes, zou ik zeggen. Dat rapport schijnt vernietigend te zijn op het punt van zijn waarheidsgehalte van zijn mededelingen. Nou ja, dat is bij Boris Johnson altijd een enorm probleem geweest. Hij loog er natuurlijk een leven lang op los als dat zo uitkwam. Hij kon heel komisch liggen, dat moet er wel bij gezegd worden. Het is een goede spreker. Hij kan Latijnse gedichten maken, wat ik bepaald niet kan. Maar ja, het was natuurlijk een wrak. Kijk, zijn sloepje was gestrand. Moet een beetje oppassen met al die schipmetaforen natuurlijk. Maar nee, zijn locomotiefje was van de rails gereden. Of ja, wat je er maar van maken wil. Hij was toch zo'n politicus die 's ochtends, niet waar, op een novemberochtend in zijn auto stapt. En dan die zijn auto wil starten. En dan ja, en dan ga je hem niet meer aan de gang. Nee, opgeruimd staat netjes. Hij zal ongetwijfeld, hij hoort tot de Engelse elite, hij zal ongetwijfeld ergens een hele prettige betrekking kunnen vinden. In een bankaire omgeving of sowieso. In de media. Ergens waar je in de media een plek waar je een intelligente clown nodig hebt. Ja, want wat hij wel goed kan, ook als burgemeester van Londen, hij had altijd. Nou, wel dat schijnt ook eigenlijk meer schijn dan werkelijkheid te zijn geweest. Hij had altijd wel een of ander opmerkelijk iets, dat hij dan weer ergens aan een kraan hing. Ja, opmerkelijk wel, maar dat was vooral dat hij aan dat wiel kwam te hangen of aan een draad kwam te hangen en niet meer bevrijd kon worden.